Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van de Agenda van Helmond. We gaan gelijk van start, want we hebben een bomvolle agenda. Allereerst beginnen we met de grootste consumentenbeurs van de regio. En dat is bij Sporthal Polaris en de Geeseldonk, gelegen aan de Cederhoutstraat. Het is vanaf vrijdag 2 november en zaterdag en zondag. Op de vrijdag starten ze om 6 uur en dan duurt het tot 10 uur. En de overige dagen is het van 11 tot 5 uur. En zoals ik al zei, de Geeseldonk en de Sporthal van Polaris. Daar is de beurs te vinden aan de Cederhoutstraat te Mierlohout. Iedere eerste en derde zondag van de maand zijn er in het kasteel van Helmond rondleidingen. En die rondleidingen beginnen om 2:30 voor individuele bezoekers. En het is helemaal gratis. En op vrijdag om 11 uur kunt u ook door de wissertentoonstelling van dat moment heen lopen. U betaalt dan wel de entree. De ruim 200 tellende leden van postzegelvereniging De Helmvest organiseert elke 5 jaar een schitterende tentoonstelling. Deze tentoonstelling zal worden gehouden in wijkhuis De Fonkel, die gelegen is aan de Prins Karelstraat nummer 123. Op zaterdag 3 november is deze tentoonstelling geopend van 11 tot 5 en op zondag 4 november is deze tentoonstelling geopend van 10 tot 4. Ook zullen daar een 7-tal beeldende kunstenaars hun werk exposeren en daarbij vertellen ze dan ook over hun werken en hoe deze kunstwerken tot stand zijn gekomen. En de entree is gratis. Op zaterdag 3 november gaan IVN-leden samen met andere vrijwilligers de handen uit de mouwen steken in het natuurgebied De Bundertjes. Tientallen vrijwilligers, gewapend met schop, zaag, laarzen en regenjassen, zullen ze om 9 uur diverse klussen klaren. Zoals snoeien, aanplanten, etc. Koffie en thee is natuurlijk aanwezig. En heeft u ook zin om een handje te helpen? Meld u dan aan via www.ivn.nl/helmond/. In wijkhuis De Boerderij is op zondag 4 november een speelgoed- en kinderkledingbeurs. De tweedehands kinderkleding gaan vanaf maat 50 tot en met 176. De deuren gaan open om 11 uur en sluiten om 2 uur 's middags. De boerderij kunt u vinden aan de Harmoniestraat 105 in Helmond. Het Helmonds Vocaal Ensemble, HVE, is voortgekomen uit het kerkkoor van de Sint-Jozefschool en de Sint-Jozefzangertjes. Het koor dat in 1929 is opgericht door Theo Driessen zal aanstaande zondag 4 november om 8 uur in de Lambertskerk een werk uitvoeren van Maurice Duruflé, het Requiem. En onder de begeleiding van Jan van der Laar op het Robustelli-orgel. Zondag 4 november zal weer de bluesroute plaatsvinden in het centrum van Helmond. Maar liefst 5 podia's zullen nationale en internationale bluesartiesten jong en oud vermaken. Maar liefst 15 bands afkomstig uit 3 continenten. Het Helmonds Mannenkoor heeft het Helmonds Kunstkwartier uitgenodigd voor haar najaarsconcert op zondag 4 november. Dit concert zal plaatsvinden in de Pauluskerk en begint om 2:30 middags. Het Kinderjeugdkoor en het Renaissancekoor Vicus Artis hebben gehoor gegeven aan deze uitnodiging. Het belooft een fantastisch concert te worden voor jong en oud, waarin allerlei muziekstijlen ten gehore zullen worden gebracht. Het concert is gratis toegankelijk, waarbij we u van harte willen uitnodigen. Elke eerste zondag van de maand is er een auto-meeting plaats met specifiek Amerikaanse auto's. Dit evenement zal plaatsvinden op het parkeerterrein bij de Braak dat gelegen is aan de wethouder Ebbelaan. En het begint om 12 uur en de entree is gratis. Woensdag 7 november vindt de 11e editie plaats van de modeshow voor mensen en door mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Deze modeshow wordt georganiseerd door Truckers Day Stiphout
En het zal plaatsvinden in Zalencentrum De Smet in Stiphout. En het begint om 7:30. Er is een heuse plankier, oftewel catwalk. En een 17-tal winkeliers zullen hun producten showen door deze mensen. U bent van harte bij uitgenodigd. Maskerade speelt One Flew Over the Cuckoo's Nest. Na het grote succes van de komedie Jaloezieën is toneelgroep Maskerade erin geslaagd om ook voor het komend seizoen weer een spraakmakend toneelstuk te selecteren. Onder regie van Dirk van der Pol bijt de Helmondse theatergroep met One Flew Over the Cuckoo's Nest vast in het wereldrepertoire. Met een topcast van maar liefst 12 enthousiaste spelers zet Maskerade een moderne bewerking neer van deze klassieker van formaat. Het is te zien en te beluisteren vrijdag 9 november tot en met 18 november. En dat kunt u zien in de Anna Theater. En voor meer informatie verwijs ik u naar www.annatheater.nl. En zoals te doen gebruikelijk is in de agenda van Helmond, verwijs ik u graag naar ons radioprogramma Helmond Info op zaterdag 3 november. Daarin onder meer een gesprek met de burgemeester Ellie Blanksma van de Heuvel onder het thema Wie is Ellie Blanksma? Verder komen mensen praten over de speelgoedbeurs in de boerderij. En dan de rubriek Sport met Valentijn, het filmhuis door Mark van Lieshout. En we gaan praten over het nieuwe Helmond Magazine, het Glossy Helmond Magazine. En dat allemaal in Helmond Info. En Helmond Info is te beluisteren van 11 tot 1 uur. Voor de verdere rest wil ik u danken voor uw aandacht en tot volgende week. Maar als u zegt van ik heb ook nog een bericht of dergelijke activiteit, dan kunt u dat sturen naar info@omroephelmond.nl. Tot ziens.